Jos van Emden woont net over de grens bij Maastricht, in Veldwezelt, België. Het bevalt hem daar zo goed, vanwege de trainingsmogelijkheden, dat hij een nieuw huis heeft gekocht. Het gaat goed met Jos, die dit jaar doorbrak als tijdritspecialist. Toch een aantal resultaten geboekt, waar ik zelf en ik denk menigeen geen rekening mee had gehouden dat dat nu al zou gebeuren. Heb je er een verklaring al voor gevonden? Ja, je wordt elk jaar wat sterker. En na twee keer de Ronde van Italië, denk ik dat dat zo'n beetje dat is. En een goede winter gedraaid. Ja, een stijgende lijn zat erin. En ik kom nu een beetje boven het maaiveld uit. Ja, met als hoogtepunt natuurlijk die kampioenstrui tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Ja, met afstand. Dat was echt, was echt een droom die uitkwam. Altijd vooral van gedroomd om kampioen te worden bij het tijdrijden. En ja, nog nooit kampioen geweest. En als je dan kampioen wordt, nog bij de beroepsrenners ook. Ja, dan, om Koos te verslaan. Toch wel een redelijke legend. Wat doet zo'n kampioenstrui met je? Ja, het brengt ontzettend veel trots. Dat sowieso. Het is trots als een pauw. En het geeft een beetje druk natuurlijk dat je het ook moet laten zien in de tijdritten. Maar dat is geen probleem. Wat het nog meer brengt is dat je gewoon echt op de tijdritten gaat focussen. Ja. Dat je jezelf nu ook ziet als tijdrijder. Want dat deed ik niet. Ik kon een goede tijd rijden, maar ik zag mezelf niet als specialist. Wat is dat tijdrijden? Kun je in een paar zinnen zeggen wat je moet hebben om een goede tijdrit te kunnen rijden? Ja, in de eerste plaats moet je jezelf ontzettend veel pijn kunnen doen. En dat is ook weer het voordeel voor mij, dat ik zelf bepaal hoeveel pijn ik heb. Dat als je bergop rijdt, bepalen anderen dat voor jou. En mijn pijngrens bergop is al een stukje eerder dan menigeen. En je moet ontzettend gefocust zijn. Je moet niet, je concentratie moet je niet verliezen. Je moet echt ontzettend mee bezig zijn. Mensen dromen wel eens. Jij droomt ook? Ik droom ook. Zo vaak mogelijk. Ja, wat droom je dan van? Ja, de eerste droom is dus behaald. En nu wil je die droom uitbuiten. Hè? De trui laten zien. En zo vaak mogelijk en zo hard mogelijk. En eigenlijk elke tijdrit die je nu rijdt wil je winnen. Dat is eigenlijk een droom. Ja, een verdere droom waar ik eigenlijk nooit over droomde. Omdat ik dacht dat het echt zo'n droom was. Ja, natuurlijk de regenboogtrui. Hè? Maar er zijn er meer die dat hebben.